Welkom bij Café Koers, de dagelijkse wielerpodcast van het Nieuwsblad vanuit de Tour de France. He lived up to Fabensteinister. Jasper Philipsen gets the result. Pogacar rijdt er nu van weg. Pogacar gaat de etappe winnen. Explosion de Remco Evenepoel. En het pétard de Mathieu van der Poel. Jonas Vingegaard, qui va remporter le Tour de France. Il va remporter une sixième étape. C'est le nouveau cannibale. Eh bien oui, Poggi est le nouveau cannibale. Remco est battu. Vingegaard est battu. Poggi sur le toit du monde. Une sixième victoire et un troisième Tour de France. De traditie van zo'n slotdag van de Tour de France, die wil dat helemaal op het einde, na alle huldigingen, de drie man die op het podium staan in de perszaal komen om vragen te beantwoorden. En voor het eerst sinds die traditie bestaat, was daar een Belg bij met Remco Evenepoel, want het is uiteraard heel lang geleden dat we nog een Belg op het podium mochten vieren van Lucien van Impe. Jurgen van den Broek die is achteraf op het podium beland, maar die heeft dat niet mogen vieren of niet komen uitleggen in de perszaal in elk geval. Het was een gedeelde persconferentie. Eerst kwamen Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel. Die zaten geflankeerd en ik heb alle fragmenten van Remco Evenepoel eruit gelicht en voor jullie op een rijtje gezet. Het was best wel een interessante persconferentie van Remco Evenepoel. Hij gaf uitleg bij de tranen die jullie allemaal gezien hebben tijdens de huldiging, wat daar allemaal in zijn hoofd speelde. Maar het meest interessante vond ik misschien nog dat hij met deze derde plaats in de Tour de France echt wel de smaak te pakken gekregen heeft als klassementsrijder op het allerhoogste niveau. Dat hij ook gelooft dat daar zijn toekomst ligt, dat dit naar meer smaakt en dat hij zelfs bereid is om daar zijn trainingen als tijdrijder of zijn capaciteiten als tijdrijder een beetje voor op een laag pitje te zetten. Dus ja, Remco heeft echt gevoeld, hier ligt mijn toekomst, hier wil ik in de toekomst op inzetten. En dat is toch wel heel interessant. De eerste vraag die was hoe hoog Remco Evenepoel deze prestatie, dit podium, nu inschat. For me, this is one of the highest achievements in my career. I think becoming world champion is still another level, but competing my first Tour de France and being third behind the two best riders in the world is just a huge accomplishment for myself. I did a very stable race on the level that I had. I think also the result of today shows how the level of this race was. Tadej was above all the rest of the field. Jonas was on a very high level and I was just on my level. And then behind us there was a very big gap as well. So that's my feelings about it. And for sure completing my trilogy is also a highlight of this Tour de France for me. You won the Vuelta 2 years ago. How does this result compare to that victory? And if you think back to the champion you were 2 years ago, in what areas have you improved the most in those 2 years, do you think? Climbing in altitude, for sure. I think pure looking at the numbers I did now were way higher than the ones in the Vuelta that I won. So that means that the level is just higher in the Tour, which is every year the same. But I mean, it's every year we go faster and faster and faster, uphill, downhill, on the flat. In the TTs, just everything becomes faster and more powerful. But I think maybe this podium plays for my future plans about becoming a pure GC rider means more to me than winning the Vuelta. Of course, winning a Grand Tour is very special. But I think, like I just mentioned, being third behind the two best riders of the world, the last 5 year winners of the Tour de France, is just, is like a victory for me. All the knowledge that they have, this was all new for me, for us. And yeah, I came here with the idea to do a top five, but in the end, ending up on a clear top three spot with a white jersey and a stage win is comes on the same place and maybe a bit higher than my Vuelta victory. Remco, congratulations. You broke into tears after the stage today. What was the meaning behind these tears? A bit of everything. Just, I mean, it's Jonas and I, we crashed on exactly the same day, exactly the same place. So we have a bit of the same story for preparation of this year's Tour de France. Of course, Jonas' injuries were a bit worse than mine. And also just, yeah, I think you're a Belgian as well. Everybody's always doubting me. And I think from today on, that should be finished. Finishing third, like I already mentioned a few times, behind the two best riders in the world, with a big gap behind me, being on a very consistent level.
Wow. I'm also tired. I mean, it just shows that I've put a step forward. I was also in a rush to get in shape. After Dauphiné, there were again questions whether we knew what we were doing. So yeah, it was a bit of everything. First Tour de France, a lot of pressure from my home country, a lot of work behind, and yeah, just delivering on my point of view, on my own race, not compared with the two big boys, is something that I was very proud of. And yeah, I think sometimes people don't realize how much pressure can really lean on the shoulders with negative comments, already starting from Paris-Nice, where the second place was not good enough. So I think that's where the emotions and the tears came from. Obviously, like you've said, Tadej and Jonas do appear to be that little bit better than yourself. Where did you rate your chances of winning a Tour de France in your career pre-Tour? And where do you rate those chances now? I think being third in my first Tour de France is already pretty good. I think that shows that the base is there to maybe become once a Tour de France winner. But for sure, the gap is still quite big. So what do I need? First of all, I need to work on my capacities myself. More specific climbing trainings, probably. Maybe leaving the TT work a little bit on the side and really go for longer climbs, bigger efforts, more specific trainings in altitude. I think all that knowledge we can use a bit more in a team, which is not a bad comment towards my team, of course, but it's more a realistic thing. I think UAE, Team Visma, Ineos, all those teams, Movistar as well, they have much more experience with riding Grand Tours. I think now we got Mikel in the team, who brought a lot of experience into the team. So yeah, I think if this is the first step, it's already a pretty good one. Yeah, I think I just need to become stronger. And I think this tour really helped to build experience and to really feel how high the level actually is. So now we have to build from, not tomorrow on, but from in a few months on, we have to relook at this tour and then build from there on. En dat was het de beurt aan Tadej Pogacar, aan de toerwinnaar die helemaal in het geel de perszaal binnenkwam. Hij stak ook gauw nog wat in zijn mond en ik moet zeggen, de eerste minuten leek het wel alsof hij een hongerklop had. Hij zag er ook moe uit, benoemde dat ook. En als de vragen te ingewikkeld werden, als hem iets gevraagd werd waar hij te veel moest over nadenken, dan excuseerde hij zich, zei van, ja, het is een lastige toer geweest, ik ben een beetje te moe voor die vraag. Maar gaandeweg werd dat wel beter in de persconferentie. Nu, we hebben Tadej Pogacar de voorbije weken al heel vaak aan het woord gelaten in deze podcast. En dus heb ik er één vraag uitgekozen uit zijn persconferentie. En dat is de vraag die elke toerwinnaar tegenwoordig krijgt, jammer genoeg door het duistere verleden van het wielrennen. Dat is de vraag: mogen wij jou vertrouwen? Yeah, there will always be doubts for sure, because cycling was so much damaged in the past, in the last before my time, and people will always in any sport, in any situation of life, if somebody's winning, there's always jealousy, there's always haters. Yeah, if you don't have haters, you don't then you're not succeeding. So there will always be someone who talks bad about someone, but I think in cycling, WADA and UCI invested, I think, a lot of money and a lot of time to make this sport clean, and I think this is one of the cleanest sport of whole world, of the whole sport in general, because of what happened so many years ago, because it was so much abuse and but I tell you now, it's not worth it. I think taking anything that can risk your health, risk your heart, is super stupid, because you can cycle maybe until 35, but then it's a long way to enjoy the life, you know. So yeah, it would be really stupid to throw this away and risk your life for stupid racing, you know. It's just a game. You don't it's fun and all, and you want to win, but
But yeah, it's not everything. The most important thing is that you're healthy, and we're already pushing us so much in the races, so there's no reason to even push the body even deeper. So yeah, I think that's just stupid. Ziezo, dit was het eerste gedeelte van onze allerlaatste cafékoers in de Tour. Er is nog een tweede gedeelte, dat namen we eigenlijk voor de tijdrit op. Het is een beetje ingewikkeld. En daar heb ik samen met mijn collega's in de Tour, David van den Broek en Jan-Pieter de Vlieger, teruggeblikt op de voorbije 3 weken. En vooral op die fantastische prestatie van Remco Evenepoel. We zaten nog met een vierde man uiteraard in de Tour, Seba Sebastiaan. Onze cameraman die was op dat moment heel druk aan het werk. Voilà, geniet ervan, van onze terugblik op de Tour de France 2024. Voor onze allerlaatste podcast zit ik in het Palais des Expositions in Nice, waar de perszaal gevestigd is. En we zijn een half uurtje voor de start van de tijdrit. En ik zit hier met mijn collega's Dave. Hey, dag, Michael. David van den Broek. En GP, Jan-Pieter Vlieger. Dag, Michael. Hebben jullie er nog een beetje zin in? Want de laatste dag van de Tour is altijd met de laatste beetjes energie, hè? Ja, maar we hebben nog een klein beetje over. Ja, voilà. Dave, jij ook? Ja, zoals de renners iets moeten overhouden, hebben we dat ook gedaan. Het is wel een heel lange dag natuurlijk. Het is een heel lange dag, inderdaad. Slotuitrit, niet iedereen van de renners leek daar ook zo gelukkig mee. Sommigen hadden liever een parade op de Champs-Élysées gehad. Die gaan we uiteraard nog niet kunnen bespreken in deze podcast. Dat is hiervoor gekomen. Maar ja, eigenlijk alles in de Tour is gezegd, alles is beslist. Het is zelden zo duidelijk geweest hoe de machtsverhoudingen lagen, toch, Chippy? Sinds vrijdag weten we eigenlijk hoe de verhoudingen liggen in de Tour. Visma Leasebike probeerde vrijdag nog een groot opgezet plan om Pogacar van de troon te stoten. Maar op de Col de la Bonnette heeft Vingegaard eigenlijk gecapituleerd en gezegd ja, het zal niet lukken dit jaar, ik ben niet goed genoeg. En de zaterdagrit was Vingegaard beter, maar niet bij machten om Pogacar te bedreigen. En zaterdag is Quickstep nog een plan bedacht om Vingegaard van de tweede plaats te stoten. Maar ook dat is niet gelukt. Ze hebben wel echt hun best gedaan. Hè? Ja. Echt voor het eerst zagen we de klimtrein van Quickstep, waar totaal niet... Ze hadden er nooit aan gedacht dat ze dat moesten bovenhalen deze Tour, maar ze hebben toch geprobeerd om de rit te winnen en nog tweede te worden. Ja. Ja, GP en ik, wij stonden aan de bussen. Ik heb een beetje mijn reportage vandaar gedaan, maar jij stond boven met de renners van Quickstep. Ja, ja. Het was wel mooi hè, dat ze zich zo eens konden tonen. Was dat ook wat er zo wat leefde bij Ilan van Wilder en Co? Ja, ja, want Evenepoel is uiteindelijk niet gewonnen. Is op, ik weet niet, een vijftigtal seconden geëindigd, denk ik. Maar enkel lachende gezichten, omdat ze het gewoon... Ze vonden het echt plezant om dat een keer te proberen. Dus Van Wilder was super content. Hij bleek toen ook content terug op zijn eerste Tour. Jan Eert en Moscons waren allemaal aan het lachen. Dus, Ja, Evenepoel zijn Tour was natuurlijk al geslaagd. Alleen maar positiefs richting de toekomst. Maar het was precies alsof de ploeg dat wel nog nodig had. Zo'n soort van statement, hoogtepunt, om even te tonen van dit kunnen wij ook in de toekomst ritten in handen nemen. Want ze weten, ze hebben het al vaak gezegd, dat ze zich ondergewaardeerd voelen een beetje door de media en bij de buitenwereld. Dus ik denk wel dat het echt kicken was om zo met de ploeg een keer naar voren te komen. En we hebben ook Mikel Landa nu voor het eerst echt zien Remco Evenepoel lanceren. Omdat er wordt zo wat meewarig gedaan over het feit dat hij op bergop niet te veel kon betekenen. Maar ja, stel dat Evenepoel hier die tweede plaats pakt, dan was dat ook wel echt mede dankzij een hele sterke Landa geweest. Ja. Het was een fantastische beurt die hij deed, hè, Landa. Ja, en Jan Hirt ervoor ook eigenlijk. En chic dat hij... Zag ze zitten om dat te doen, want uiteindelijk riskeerde dat toch zijn vijfde plaats mee. Ja, inderdaad. Ja. Blijkbaar bij de ploeg zei men dat hij het echt zonder morren deed. Dat hij direct zei van, kijk, dit is de deal. Als ik Remco kan helpen, dan doe ik dat. Dus inderdaad. Ik heb jullie in de vorige podcast op de tweede rustdag, het lijkt een eeuwigheid geleden, gevraagd hoeveel op 10 geven wij Evenepoel voor zijn Tour. We zijn uiteraard nog voor de slottijdrit, maar als je nu punten zou moeten geven, hoeveel zou dat zijn, Dave? Ik weet niet meer wat ik gegeven heb, maar ik dacht dat het 9,5 was, dus laten we daarbij blijven. Ja? Maar ik verwijs altijd terug naar de Dauphiné en dat ik het dan straf vond dat hij zo snel, op zo'n korte tijd gegroeid was. Dus dat pak ik altijd mee in het achterhoofd ook. En ja, 9,5. Ja. Inderdaad, heel straf wel, hè, dat ze dat klaargekregen hebben. Want in die Dauphiné, waar moest hij lossen? Zat hij bij de beste 15 of zoiets? Ik denk dat Derek G en zo toen af en toe nog zelfs bergop beter was, als ik me goed herinner. Ja, dat soort mannen. Dus
Ik blijf dat straf vinden hoe dat op zo'n korte tijd gekeerd is. Inderdaad, dat hij die kloof heeft kunnen dichtrijden, terwijl de rest ook nog 2-3 weken had om, voilà, om beter te worden. Ja, dan vraag ik me soms af, heeft Carlos Rodriguez bijvoorbeeld veel te vroeg gepiekt? Of heeft hij dat toch ergens verkeerd aangepakt? Of is dat gewoon, ja... Het is ook niet ten koste van zijn tijdrit gegaan of zo. Het ging toch wel over gewicht voor een groot stuk. Ik denk als je dan vrij snel moet gewicht verliezen, dat er een gevaar in zit, dat je ook een beetje kracht verliest of zo. Ja, ja. Maar de manier waarop hij tijdrit won, we weten natuurlijk niet wat vandaag gaat worden, maar die eerste tijdrit was toch zeer, zeer indrukwekkend. Ja, en ook in die vlekkenritten heeft hij altijd supergoed door, is hij altijd supergoed doorgekomen met de ploeg ook van naar voren te komen in die sprints. En ik bedenk me ineens dat hij... Nou, houd vasthouden voor vandaag, dat hij voor het eerst in zijn carrière niet gevallen is in de grote ronde. Ja. Dat zou kloppen. Dus ja, dat zie je maar. Dat was in die vorige ronde toch altijd dat hij daar weerslag van had en dat hij er problemen door had. En, ja, recht blijven was een van zijn 10 geboden voor deze Tour. En dat heeft er wel er is in geslaagd. Een van de 10 geboden was ook waarschijnlijk om in de derde week performant te blijven. Ja, dat is ook, dat kan hij ook aankruisen of afstippen of afstrepen. Ook dat is straf, hè, want... Laat ons zeggen dat daar toch ook nog altijd op het allerhoogste niveau een beetje aan getwijfeld werd of vraagtekens werden bijgeplaatst. Ja, zeker. Ik denk inderdaad Hoogbergte, dat zijn werkpunt was. Ja. En hij was de derde beste in deze Tour, zoals we bijna in elke bergrit gezien hebben. En heel slim gekoest ook, vind ik. Want we hebben vroeger vaak gezegd dat hij te veel met energie gooide of morste. En ik vind dat hij dat nu absoluut niet gedaan heeft. En dan nog een keer geprobeerd zaterdag om ook aanvallend toch iets te tonen. Dus ik vind wel dat het een zeer volledige prestatie is van Evenepoel. Ik weet dat eigenlijk een vraag is die bijna ondankbaar is om die nu te stellen na zo'n fantastische prestatie, fantastische Tour de France van Remco Evenepoel. Maar hij heeft er zelf eigenlijk, geloof ik, gisteren ook al heel even naar gealludeerd van ja, dit is fantastisch, maar als je naar de toekomst kijkt, die kloof dichtrijden met Vingegaard en Pogacar als hij ooit de Tour wilt winnen, dat is wel nog een grote kloof natuurlijk. Hè. Het zijn misschien zorgen voor morgen, maar... Ja. Ja. Natuurlijk, ik denk dan toch zo van die voorbereiding, die was niet perfect. Daar kunnen al wat procentjes bij door een betere voorbereiding tegenover Pogacar. Het parcours gaat ook niet altijd even zwaar zijn. Er gaan misschien tours bij zijn met langere tijdritten of met meer waaieretappes. Ik ben hier gewoon eigenlijk de woorden van Andy Schleck aan het herhalen die dat tegen mij vertelde. omdat we dus een paar ex-tourwinnaars hebben gesproken, maar er zit wel iets in natuurlijk. Ja, Andy Schleck die weet wel waarover hij praat, dus het is heel slim om zijn woorden te herhalen. Ik zal zelfs geen Jan Brom vermelding gedaan hebben, Dave. Wat denk jij, GP? Ik vind het heel moeilijk, omdat we dat ook wel bij de ploeg zo gevraagd hebben van waar ligt de winst nu? Ja. En ofwel zegt ze natuurlijk niet tegen ons, dan weten ze heel goed waar de winst ligt. Ofwel kunnen ze ook niet zoiets pasklaars verzinnen. Ik denk dat het wel moeilijk gaat worden om er zo structureel stappen nog te zetten. Want training, hoogtestages en zo, dat allemaal heel goed ingevuld wordt. Dan voeding lijkt toch ook op punt te staan. Dus ik weet niet, moet je die klimtrein nog versterken als zoiets evident, maar met... nog een betere klimmer in deze Tour had dat geen verschil gemaakt, natuurlijk. Nee. Dus ja, ik weet het ook niet. Ik denk dat ze heel goed gaan moeten analyseren en zo echt op een juist domein inzetten. Ja. In een ploeg die budgetair wel tegen zijn limieten aanloopt, alhoewel dat Patrick Lefevre zei dat ze met sponsoring bezig waren. Dus misschien is dat de winst. Meer geld, als je meer mensen in omkadering kan zetten, dat daar nog wel winst te halen is, dat denk ik wel. Ja, en hij zelf, het was zijn eerste Tour. Als je zelfs Pogacar hoort vertellen over waar zijn winst zit, dan heeft hij het over een aantal dingen die ze deze winter structureel anders gedaan hebben. Maar hij spreekt ook altijd over ervaring, over het mentale. Van ik voel me veel zekerder in situaties, ik neem meer juiste beslissingen, ik ken mijn tegenstanders beter. Ja, maar ik heb wel het gevoel dat die kloof nog wel een fysieke kloof is. Dat er echt nog wel zeker, over klimvermogen gaat. Ja, dat is waar. Ja, inderdaad, dat zal zeker een plus zijn met meer ervaring terugkomen. Nog magerder worden, maar ja, bon, dan moet je inderdaad die wattages kunnen trappen. Ja. Ik weet het niet, ik denk dat het een lastige oefening is. Ja, in de bergen, dat zei al niet slecht, ook zal het echt een transformatie moeten zijn om daar de beste te worden. Dan moet je echt kilo spieren verliezen. Maar, het tourparcours, misschien zit daar Ik weet niet hoe dat gaat. Soms kiest de tourorganisatie wel een beetje voor de frisse nieuwe naam. Van, als het te saai gaat beginnen worden, dat Pogacar nog 1 of 2 keer wint, dat ASO zoiets heeft van... Goh, probeer eens een parcours te ontwerpen dat niet in de kaart van Pogacar speelt. Hij kan ook goed tijdrijden, dat is natuurlijk een probleem. Klassieke ritten ook al een probleem.
Ja, er is niets wat we kunnen bedenken dat hij niet kan. Jonas Vingegaard, verdienstelijke tour gereden, gezien de omstandigheden. Waanzinnige tour, mag je dat ook zeggen? Of, Ja, nee, tuurlijk, dat mag je zeggen. Ah, ja. Leg eens uit waarom je het waanzinnig vindt. Maar nee, dat zal ook al een paar keer gezegd zijn, misschien ook in deze podcast, maar als hij daar bij wijze van spreken half dood ligt in de Ronde van Baskeland en drie maanden later dit kan, ja, dan denk ik dat hij ook met een betere voorbereiding... want iedereen zegt nu, Pogacar, dit is de beste Pogacar ooit en... Dat zal ongetwijfeld. Dat heeft al 20 zegens dit seizoen. Maar ik denk dat Vingegaard gewoon volgend jaar terugkomt om heel dicht bij hem te eindigen. Of gewoon terug over te pakken. Of ben ik daar te optimistisch in? Gaan we volgend jaar terug een spannende tour krijgen tussen Vingegaard en Pogacar, GP? Als je de Pogacar van dit jaar volgend jaar in de tour zet, dan denk ik het niet. Nee? Ik denk dat er iets af moet bij Pogacar eerder dan dat er iets bij moet bij Vingegaard. Ja. Maar gaan we daar echt niet te licht over, die slechte voorbereiding? Ja, misschien wel, maar bij de ploeg zeiden ze toch van... Ze wilden het niet zo letterlijk gezegd hebben van dit zijn de wattage die hij vorig jaar trapte. Maar Marijn Zeeman heeft wel een keer gezegd, ja, eigenlijk kan hij niet zoveel harder. Dus ja... Maar ja, dat is tegenover vorig jaar. En als we één ding geleerd hebben, is als je als renner zegt ik trap dezelfde wattage dan vorig jaar of twee jaar geleden, dat je eigenlijk achteruit gaat. Want het gaat altijd maar vooruit. Dus, ja. Maar blijkbaar, dat is wel iets wat ik nu ook gaandeweg door de Tour gehoord heb. Hij heeft blijkbaar een fenomenaal herstelvermogen. Bijvoorbeeld de rit waarin hij dan iets minder was, twee dagen geleden. Ja, hij zegt, ik voel mij echt ook minder. Maar ik was zelf verbaasd dat ik dag nadien daar helemaal van hersteld was. Men heeft ook gezegd dat van de heel zware trainingen die hij gedaan heeft richting de Tour, dat er niemand is die daar zo goed van herstelt, dat zo goed opneemt, dat zo goed... En ja, blijkbaar van fysieke blessures en die periode van inactiviteit is hij ook iemand, een soort van ja, supermutant die dat heel goed, lichaam dat echt heel goed herstelt. Want ik vind het ook wel fenomenaal, ja, als je ziet van waar hij komt. Ja, als je talent definieert, is dat toch een beetje hoe dat je lichaam op trainingsprikkels reageert. Ja, dat is waar. Die sprong is bij die toppers gigantisch en bij... Mindere hoden is dat minder groot. Ja. Ik vind ook dat hij toch een beetje zieltjes gewonnen heeft, ook Vingegaard. En dat zat er niet aan te komen. Zo. In die gravel-etappe was hij echt nog de anti-held. Maar mijn gevoel is dat er meer sympathie gekomen is voor de gast die niet opgeeft, die geen grote woorden gebruikt, maar dan in daden spreekt. Ja. En die dan ook kan zeggen van, ja, kijk, het is zoals dat is. Ik ben niet goed genoeg. En die dan... in de rit van zaterdag, denk ik, of van vrijdag, pardon, ook aangeeft van, ja, mijn ploegmaats die al vooraan zijn, die eigenlijk uitgestuurd zijn als satellietrenners voor mij, laat die nu maar voor de overwinning gaan. Ja. Voor de tweevoudige toerwinnaar is dat toch niet iets evident om te zeggen, denk ik, om dat zomaar op te geven. En ik vond altijd een groot verschil tussen de manier waarop de buitenwereld naar Vingegaard keek, dat was zo'n beetje plattekes en dat was allemaal minder leuk dan Pogacar. En dat is ook wel, hij is minder frivool dan Pogacar. Maar binnen de ploeg was er altijd zoveel respect voor en ja, alleen een gast uit één stuk. En ik vind dat hij dat ergens ook wel waargemaakt heeft in deze tour. Ik vind het ook leuk dat er gewoon verschillende types van renners in de kop van de koers rijden, dat ook niet altijd allemaal dezelfde zijn. Zeker. En ik was ook blij trouwens dat die war on words een beetje afgelopen was met het feit dat de Tour beslist werd. Ja. Het werd zo wat te veel allemaal, vond ik. Ja, ik vond het wel een leuke verhaallijn. Ja, dat was inderdaad een momentum dat het zo wat over en weer was. Irritatie dat het, tussen UAE ja, en Visma, dat begon echt. En een psychologische oorlogsvoering begon te horen. Maar dat is, ja, dat vond ik ook knap van Vingegaard. Het is eigenlijk een beetje begonnen met het feit dat bij UAE zijn blessures downplayden. Ja, eerst had dat vaag in hun teksten en plots heeft in Le Lioran, waar hij dan die etappe won, Vingegaard, heeft Sivakov dat gezegd. Ja, he's playing the victim card, hij speelt het slachtoffer. Dus plots dat gevoel echt onder woorden gebracht. Alsof dit is de beste Vingegaard ooit, zeggen zij dan. Ja. Wel, dat was zo de besmuikte manier om te zeggen van die blessures spelen allemaal wel mee. En dan, dat zag je wel, zo, dat ongenoegen, dat was eigenlijk wel leuk om te zien. Want Marijn Zeeman kreeg dan de vraag, vind je het mooi dat Pogacar zo'n zegenhonger heeft? Nee, dat vind ik niet mooi. En dat zag je hem bijna denken, van, ja, shit. Ja. Eigenlijk had ik hier een ander antwoord op moeten geven. Maar ja, natuurlijk, soms neemt een keer de emotie het over. En gisteren vroeg ik aan Frans Maassen van, ja... Wat vond je ervan dat Pogacar een beetje tempo leek te drukken toen Vingegaard voor Evenepoel reed? Zei, ja, iedereen mag zijn eigen tactiek bepalen. Maar ja, het was wel heel duidelijk. Ja, het is heel moeilijk om zo de bedrijfscommunicatie, of hoe dat zijn, de officiële communicatie,
vast te houden als er in uw lijf zo helemaal iets anders aan het gebeuren is. Zeg, en als we verder terug onze Belgische bril opzetten, iets wat door de internationale media soms verweten worden dat wij dat te veel zouden doen. Wie is na Remco Evenepoel de tweede beste Belg? Of is het oneerbiedig om één van de twee boven de ander te plaatsen? En waar ik spontaan aan denk, is natuurlijk Jasper Philipsen. Toer minder begonnen, maar wat een mentale weerbaarheid dat hij dat terug op de rails gekregen heeft. En dan natuurlijk Victor Kampenaerts. Ja, inderdaad. Ja, maar ik was het al bijna vergeten, terwijl ik zo kijk. Ja. Het was wel een heel mooi verhaal van Kampenaerts. Ik luister ook altijd naar Franse podcast en men heeft daar echt een volledige podcast van L'Équipe aan besteed, aan Kampenaerts ook. Ja, men was ook helemaal mee in zijn verhaal en op Frans Television interviewde men ook en was men ook helemaal lyrisch over zijn verhaal van de hoogtestage, het kindje dat geboren is. Hij heeft blijkbaar ook zeer uitgebreid verteld in de mixzone. Overal, ja. Ja, maar dat heeft hij goed gedaan. Hij heeft hem heel goed verkocht. Ja. En ja, achter elke overwinning zit er natuurlijk een verhaal dat de buitenwereld niet kent. En hij is daarin geslaagd om dat heel goed onder woorden te brengen. Ja. Uiteindelijk moet hij het voor iedereen zeggen. Hè. Iedereen wil het horen, dus dat beseft wel dat hij het tegen iedereen moet zeggen. Maar het is wel goed dat hij dat verhaal telkens herhaalt. En telkens kwam het verhaal een beetje terug in. Dat was mooi om te zien. Ik weet niet of het helemaal klopt, maar blijkbaar van Remco Evenepoel stond achter hem in de mixzone te wachten. Hij moet blijkbaar op een bepaald moment gezegd hebben van Victor, nu mag het wel echt iets korter hoor, je antwoord. Maar moet u met twee woorden spreken. Ja. Nee, maar over. Je hebt al een kwartier rapper gereden en nu moet je nog... Ik pak me een moment. Beetje de Tour van de Tranen ook. Hè? Het is begonnen met Van Aert in het begin. Ja, zwaar. Vindegaard. Ik heb nog wel een aantal. Ja, Kevin is natuurlijk. Ja. Misschien straks op de slotpersconferentie, maar Pogacar heeft nog niet geweend, hè, dacht ik. Nog nooit gezien. Nog nooit gezien eigenlijk. Ja. Nochtans, het is oké voor mannen om te wenen, dus misschien moeten we dat straks eens gaan zeggen. Ik heb het toch ook niet gedaan, hoor. Ook niet toen je in het F1-hotel in dat was wel, logeerde. Ja, toch even zeggen dat... Dat was wel het pijnlijkste moment. Een tour zijn veel ups en ook veel downs, natuurlijk. En zo richting de tweede, derde week, dan begint de draagkracht ook wat te zakken. En dan is hij eigenlijk... We moeten zeggen, we hebben ook heel goede hotels, voor alle duidelijkheid, maar ja, er is heel veel bezetting. De hele tourcaravaan heeft ook al veel hotels ingenomen in de buurt van start en aankomst. En in Gap zijn wij beland in een Formule 1 hotel. En ik zou zeggen aan alle luisteraars, ga daar in een wijde boog omheen, want het is werkelijk het verschrikkelijkste hotel waar ik ooit geslapen heb. En na een heel lange werkdag was dat echt... Schrappen maar van die lijst. Ja, dus, ik kan mijn heldenverhaal vertellen. In de Saudi-tour heb ik ooit in een... wat moet dat zijn? In een container geslapen. Dat was met een... hoe heet dat? Zo'n elektrische verwarming. Dat was ijskoud 's nachts, maar dat was verwarming die gigantisch veel lawaai maakte. Dus je moest kiezen of dat je wakker wilde liggen van de kou of van het lawaai. Ja. Dus dat was wel echt nog erger dan Formule 1. Maar ook daar, beperkte bezetting van hotels. En dan, journalisten komen helemaal achteraan het rijtje natuurlijk. Maar er zijn ook wel nog altijd renners die op een bepaald moment in minder hotels zitten. Het valt wel al meer mee, heb ik de indruk, dan 10 jaar geleden. Maar Magnus Kort dat ook op een bepaald moment, die op zijn Instagram hotelreviews doet, stond er toch ook één hotel waar hij zei van, dit is het slechtste hotel waar ik in mijn leven geslapen heb. Maar dat je dan de dag nadien ook moet presteren op die fiets. Dat is ongelooflijk. Dat is toch wel dat ze allemaal in eigen matrassen tegenwoordig hebben. Ja, eigen matrassen. En blijkbaar, ik heb mij ook laten vertellen dat zelfs de tourorganisator ASO mobiele airco's voorziet. Dus die reizen altijd mee met de renners. Blijkbaar. Ik had dat ook een keer voorgelegd aan een teammanager, maar ik weet niet meer aan wie, maar die viel compleet uit lucht. Dus het is niet standaard voor alle ploegen. Nee. Voor Pogacar, Vinegaard en Evenepoel. Ja. Misschien moeten we ook onze matrassen meenemen de volgende keer. Er is toch zo'n verhaal geweest dat Froome en Thomas dat daar zo'n beetje naijver was van wie die mobiele airco's op de kamer mocht hebben. Ja, dat is echt. En Thomas was geërgerd, denk ik, dat hij bij Froome stond en niet bij hem. Ja. Dus in die zin is het misschien dan beter. Ofwel nemen ze voor iedereen mee, ofwel gewoon niet. Inderdaad, iedereen in de miserie storten. Goed. Zeg, Jasper Philipsen, die heeft er uiteindelijk een heel mooie tour van gemaakt. Hij pakt wel niet het groen. NGP, ik vond heel terecht dat jij van de week eens in de auto opmerkte van eigenlijk het hele verhaal van Binyam Girmay. Uiteraard heeft dat aandacht gekregen. Het is toch een beetje onderbelicht geweest bij ons. 3 ritten, het groen, als Eritreër, ook voor dat hele continent. Het is misschien fantastischer dan de aandacht die wij het uiteindelijk gegeven hebben. Ja, dat is een beetje gevolg van het feit dat er zoveel Belgen en zoveel goede Belgen in de Tour zijn, dat die verhalen bij ons prioriteit krijgen.
Maar ik denk dat Binyam voor ASO dat dat een van de grote verhalen uit deze Tour gaat zijn. Dat opent een continent, een markt voor hen. En ja, dat hebben wij niet dat gewicht kunnen geven in de krant of op de site, omdat er zoveel andere, meer Belgische relevante verhalen waren. Ja. Maar ja, dat is geen klein ding. Hè. Een Eritreër die 3 ritten wint en de groene trui. Ik denk dat dat in de komende maanden zal blijken wat voor een groot verhaal dat eigenlijk is. Ja. 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 Hij zit blijkbaar ook in contractonderhandelingen, dus het zal allemaal te bezien zijn of hij bij die ploeg blijft, weggaat. Ja, hij gaat verlengen in principe. Hij gaat verlengen, dat is wel heel mooi voor Intermarché. Nu, het straffe is eigenlijk, we moeten daar eerlijk over zijn, ze zijn de Tour begonnen niet met Kirmay als grote uitgangsbord waar ze al hun balletjes ingelegd hebben. Nee, het is gaandeweg zo gegroeid. Hè. Hij verlaat de Tour als de man van de ploeg, maar hij is niet de Tour ingegaan als de man van de ploeg alleen maar. Nee, want ja, ik zat op die persconferentie voor de Tour inderdaad. En dan was het met Gerben Thijssen en Binyam Girmay die de sprints gingen verdelen. Voor Girmay kwam 1 vraag, denk ik, vanuit de journalisten. Serieus? Toen was er echt... Ja, dat klopt toch. Dat was niemand die aan dacht dat hij hier vlakke ritten ging winnen. En, ja. Een nieuwe ster is opgestaan. Als we dan kijken naar De Lee van Aert, dat is de Tour van net niet. Bij De Lee is er uiteraard... Ja, het is zijn eerste Tour, daar... Klinkt het iets positiever? En natuurlijk, bij Van Aert zijn er heel veel verzachte omstandigheden. Denk je dat Van Aert leek in het begin gelukkig met het niveau dat hij haalde, terecht na die val, maar op het eind van de rit had hij uiteraard wel... op het eind van de Tour bedoel ik dan, had hij uiteraard graag eentje gewonnen natuurlijk. Hè. Ja, had zeker gekund. In de sprint waar Di Mar hem een beetje veel... hinderde, leek hij op altijd de benen om te winnen. Dus dat zeker gekund. Ja. Ja, voor De Lee, je zegt net niet, maar hij is een keer derde geworden. Dat was best wel. Het is niet dat hij echt superdicht in de buurt gekomen van die zegen. En dat hoeft ook niet in de eerste Tour. Ja. Ik hoop dat ze daar niet voor gaan afrekenen, maar de geluiden bij Lotto Destiny zijn toch vrij positief over hem ook van zijn eerste Tour. En ik denk dat hij die bergen ook vrij goed overleefd heeft. Dus dat biedt wel perspectief. Ja, zeker omdat De Lee toch niet... De sprinter is die op het vlak bij de 3 besten is of zo. Dus dat is wel... Ik denk als er meer van die aankomsten liggen, zoals in... Er kwam nog iets voor. Ik denk dat ze dat in de toekomst ook wel gaan doen. Minder echt biljartvlakke ritten, dat die wel meer tot zijn recht gekomen. Ja, blijkbaar Tourbaas Prudhomme heeft ook al gezegd van een herhaling van zoveel vlakke ritten. Dat gaan we niet doen. Ik denk eerlijk gezegd dat ze dat deze Tour gedaan hebben om Mark Cavendish ergens tegemoet te komen. Nee, om hem heel veel kansen te geven voor dat verhaal. Dat zou kunnen. Nu, Philipsen heeft er ook zijn voordeel mee gedaan. Ja, zwaar. Ik denk 3 sprinten missen en dan nog 3 winnen. Ja. Dan weet je dat er veel gesprint is. Ja. Maar ze gaan inderdaad, denk ik, meer de types Van der Poel een keer willen tegemoet komen de komende jaren. Ja, Van der Poel die hebben we buiten Lieden al weinig gezien. Maar ja, zijn vader, die ik ook gesproken heb in een van mijn podcasts, die zei ook van, ja, als ze dit parcours blijven herhalen in de Tour, ja, dan heeft mijn zoon hier heel weinig te zoeken. Mm. Buiten conditie opbouw voor wat komt. Ik denk ook dat hij het niet superleuk vindt, de Tour, Van der Poel. Nee. Dat zei Adrie ook. Misschien is hij zoals ik en houdt hij niet van grote rondes. Het is ook de Tour van records geweest, uiteraard. Klimrecords, snelheidsrecords. De verklaring in eerste instantie wordt gezocht in de winst die zit in voeding, in begeleiding, in hoogtestage. Ja, bijna, laten we zeggen, 3/4 van het peloton dat hij rondrijdt is op hoogtestage geweest. Zoiets toch, ja. Dus, dat zal eerder een onderschatting dan een overschatting zijn, denk ik. Ook. Maar natuurlijk, vorig jaar gingen ze ook al op hoogtestage en het jaar daarvoor ook al. Het is echt nu wel structureel. Ik heb toch nog weer gelezen van bepaalde renners die zeiden het was mijn eerste keer dat ik op hoogtestage ging. Ja, een extra hoogtestages. Hè. 2 gewoon. 1 voorjaar en 1 vlak voor of 9 weken, zoals Victor Kampenaert. Bij elke slotklim is het record gebroken in deze Tour. 9 slothellingen en 9 keer is het snelste tijd ooit. Dus dat is wel opvallend. Laat ons hopen dat het inderdaad is wat jij zegt, dat het met die voeding te maken heeft, dat het met betere voorbereiding te maken heeft. We weten het uiteraard niet, laat het ons hopen. Maar in elk geval, daar zijn wel voldoende verklaringen en potentieel om het daar te gaan zoeken. Als ook onze koersprofessor Marc Sejant zei van Plateau de Bij met Jelle van Endert, maar toen werd er tactisch gekoerst.
Nu wordt er niet meer tactisch gekoest. Voilà, er wordt gewoon op de powermeter gekeken. Geen heel goede knechten, die eigenlijk knechten die kopmannen zouden kunnen zijn, die maken ongelooflijk tempo op de powermeter. En wordt eigenlijk op de limiet gereden. Dat kunnen ze nu perfect. Dat kon. En, terwijl ze er misschien vroeger ook niet aan dachten om het zo te doen. Hè? En dat ze gewoon bewust kozen voor een rustige aanloop. En straks gaan alle remmen los. Ja, dat, ja natuurlijk. Dat klopt ook niet helemaal. Want inderdaad, die records op die klimmen zijn wel gebroken. Ja. En het zijn ook verschillende renners die het breken. De snelheid gaat ook, als je de voorbije jaren bekijkt, ook gestaag omhoog. Het is nu wel heel opvallend natuurlijk. Het is een knik naar boven. Maar ook in andere koersen. Parijs-Roubaix is echt, ik denk dat er 4 per uur bijgekomen is op 10, 15 jaar of zo. Dus het is een beetje overal dat het zich doorzet. Ja. En het meest intelligente dat ik daarover gehoord heb, of interessante, kwam van jou, Dave, niet van Andy Schleck. Toen zei dat je het ook van Andy Schleck gepikt hebt. Maar bij de vorige podcast zei je van lees eens het boek van Ulrich, van Jan Ulrich, hoe het er toen aan toe ging. De voorbereiding op de Tour de France. En als je dat dan vergelijkt met nu, zijn wel reuze stappen vooruitgezet. Hè. Ja. Ik vond... Om een beetje context te geven, dus er was het verhaal van die anonieme poster op forum van Cycling News. Iemand die beweerde dat hij misschien niet deel uitmaakte van de entourage van Pogacar, maar daar toch op een of andere manier toegang tot had. En die dan ook een trainingsfile gepost had op dat forum om dus een beetje te bewijzen dat hij insight informatie had. En ik vind, als zijn verhaal klopt, is het wel echt niet raar dat Pogacar nog een stuk beter is dan vorig jaar. Leg eens uit. Hij beweert dat er een trainerswissel... Hij beweert dat niet. Er is een trainerswissel geweest. Pogacar is van Inigo San Milan naar Javier Sola veranderd. Volgens de anonieme poster, M-O-U is zijn naam, Moe. Ja. Die zei dat op vraag gebeurd is van Pogacar, dat er een beetje ongenoegen was naar San Milan, omdat hij hem te veel dezelfde soort trainingen liet doen. En dat hij met die nieuwe trainer beginnen werken is aan zijn zwakke punten, wat heel uitgesproken hitte was. Dus hij kraakte niet in de derde week van de Tour. Hij kraakte bij extreme temperaturen. Hitte, ja. Dus is hij met die nieuwe coach echt beginnen werken op hitteadaptatie. Is hij met die core-sensor beginnen werken, waarmee dat je dan uw kerntemperatuur kunt monitoren. Hij is meer op zijn tijdritten beginnen werken. Als je het moet geloven wat die anonieme poster zeggen, is hij van een beetje eenheidsworst in zijn training naar heel specifiek werken op zwakke plekken gegaan. Die mens kon dat goed onderbouwen. Nu moet wel zeggen dat Pogacar gezegd heeft dat de insightbron meer dingen fout heeft dan dat hij juist heeft. Maar natuurlijk, hij moet dat ook ergens zeggen, want anders valt hij... Mensen, want er stonden ook nogal onterende dingen in voor de oude coach en voor inderdaad, mensen. Inderdaad. Dus het is ook niet vreemd dat Pogacar dat een beetje downplayed. Maar ik vond dat nu wel, als het klopt, vond ik dat wel interessant. En is niet raar dat Pogacar nog sterker voor de dag gekomen is. Stond er ook niet in dat hij ontevreden was over de sportdirector Machin? Over zijn tactisch inzicht? Dan kan hij misschien nog procentjes winnen de komende jaren als hij van... Ja, er was maar één die deugde, het was Fabio Baldato. Maar volgens mij is die niet in Tour geweest. Dus daar kan het niet aan liggen. Moe is misschien Fabio Baldato. Het zou iets te evident zijn, iets te opzichtig. Het kan ook GP zijn om een verhaal te creëren voor zichzelf. Ja, dat zou wel heel goed geslaagd zijn. Maar ik vond het wel grappig dat jij was er op een bepaald moment op uitgekomen en je was gefascineerd in de perszaal, alles aan het lezen en zo. En dan begon dat wat rond te zoomen. Maar dat was de twijfel, moeten we daar iets aan doen? En dan eigenlijk, op een bepaald moment heeft iemand de vraag gesteld aan Pogacar zelf. Dat is een beetje de journalistieke afweging van mogen iemand die eigenlijk een anonieme poster is, mogen die een forum geven, mogen dat zomaar voor waar... Enfin, je kunt er wel een kanttekening bij plaatsen, maar verhoogt het platform door het in de krant te zetten natuurlijk. Maar een keer dat er vragen overkomen, wordt het een heel relevant thema natuurlijk en moet je sowieso de achtergrond geven. Ja. Dus ja, dat was dan een duidelijke reden wel doen. Ja. Pogacar had er wel al van gehoord. Hè? Het was niet dat hij uit de lucht viel. Ik denk dat hij misschien door mij kwam. Oei, vertel. Ik had een keer aan Tim Wellens gevraagd, van leeft dan een beetje? Die viel compleet uit de lucht, maar hij had hem toen binnen de ploeg geïnformeerd. Serieus?
Enfin, ik steek waarschijnlijk te veel pluimen op mijn hoed. Maar, Dus wel eens is, potentieel is wel eens gaan vragen aan Pogacar over Moe op basis van jouw bericht. En is het zo... Misschien is het zo gaat, of niet helemaal. En anders geloven we het zo. Goed, de toeren, dat zijn natuurlijk ook heel veel verhalen. Nog even vragen naar persoonlijke verhalen. Zijn wel een aantal grappige verhalen. GP, jouw verhaal is de zelfrijdende auto. Je hebt in deze tour een zelfrijdende auto gezien. Ja, hij reed niet zelf. Mijn auto is heel kort gestolen geweest eigenlijk in de tour. Want heel het verhaal te doen, we waren onderweg naar Super Devoluy en kregen honger in de auto. Dus toen we een bergdorpje passeerden, ben jij uitgestapt, Michael, om bij de slager een broodje te gaan halen. En ik reed verder om parking te zoeken, maar in mijn zoektocht naar parking kwam ik plots bij een bakkerijtje uit. En ik dacht, Michael haalt een broodje, ik haal een dessert bij de bakker. Dus ik parkeer mij op de parking van de bakker. Op het moment dat ik uitstap, realiseer ik mij dat ik mijn portefeuille niet mee heb, omdat ik die aan jou had meegegeven. Jij had geen cash en ik wel. Dus ik stap van de bakker naar de slager waar jij bent. Ik haal daar mijn, ik weet het niet, 10 euro om een dessert te kopen bij de bakker. Maar op het moment dat ik terug bij de bakker ben, dat was ongeveer, denk ik, 4-5 minuten overgaan, zie ik mijn eigen auto van de parking rijden plots. En niet met gierende banden, maar wel met een motor die veel te hoog in toeren ging. En met duidelijk een opgefokte chauffeur achter het stuur. Dus ik zet de achtervolging in op mijn eigen auto, die wegrijdt van de parking van de bakkerij naar een soort openbare parking. Ik denk dat ik 100 meter daarachter gelopen heb. Natuurlijk veel terrein verloren, want die reed absurd snel. Die parkeert zich op de laatste plaats van die openbare parking. Die stapt uit, slaat die deur toe. En ik kom daaraan en ik ben me uit te schelden. Ja, wie denk je wel dat je bent? Je parkeert op mijn parking terwijl je niet eens iets komt kopen. En dus ja, ik was ook kwaad van, ja, maar dan moet je met mijn eigen auto wegrijden. Dus dat dan zo'n beetje te schelden tegen elkaar. En dan veel bekijks natuurlijk van alle mensen. De bakker is naar teruggekeerd naar de bakkerij. Ik heb mijn auto gehaald. Ja. We hebben geen dessert gekocht. We hebben wel ons broodje opgegeten. Maar ja, een heel raar moment. Een heel raar moment. Ik vind het eigenlijk jammer dat ik het niet mogen aanschouwen hebben. Ik had het ook gemist eigenlijk. Ja. Ik vond het vooral straf dat je heel snel doorhad wat de situatie is. Want ik denk dat ik langer in de verbazing zou zitten van mijn eigen auto is met bijna gierende banden aan het rijden. Maar ik echt waar. Ik wist al op het moment dat ik naar u stapte en terug, van ja, ik sta hier nu wel even en die meneer denkt dat ik heel lang weg ga zijn. Dus dat vond ik niet super vreemd, maar ja, de reactie was toch niet wat ik dacht. Dus ook dat is de Tour. Dave, de Tour is ook een avond in de huid van Ilan van Wilder zitten. Vertel eens. Ja, je zocht een grappig verhaal. Ik wist al niet meer gewoon. Ik vergeet het allemaal zo vlug. Maar we waren een keer gaan eten zonder GP, denk ik nog. Wij met drie, met Seba. En ik had echt genoeg van die Franse keuken en al die vette hamburgers die jullie elke dag naar binnen spelen. Dus voor mij, drie pannenkoeken het gewak heb, was voldoende. Maar dat was blijkbaar niet... Dat was op een avond dat je drie pannenkoeken, gesuikerde pannenkoeken, bestelde. En ik kreeg ze op drie verschillende borden. Ook, ja, met drie gigantische toeven slagroom op. Ja, dat was heel raar. Dat was mooi om te zien. Die kon daar niet bij met zijn hoofd. Jullie ook niet. Hè. Jullie waren me aan het uitleggen, dat weet ik. Maar die Nober, is dat alles vroeg? Zeker. Ja. Ah, tu as un coureur ou quoi? De Tour de France. Dus ja, die mensen dachten volgens mij oprecht dat ik de wielrenner was. Hij ging eens weg naar de keuken en hij zei van... Hij was verbaasd van je bestelling. Drie pannenkoeken, 's avonds, wie eet dat nu? En je had dan ook niet de crème fraîche op en zo. En hij kwam dan weer en zei... Ja, maar ik weet het. Nu weet ik waarom dat je drie pannenkoeken... Er is hier een grote koers aan de gang, want hij had niet zoveel verstand van koers. En jij bent waarschijnlijk een renner. Ja, natuurlijk gaan we erin mee. En dan zijn we erin meegegaan. En toen werd je Ilan van Wilder. En hij begon dan echt oprecht vragen te stellen. Van, ja, en hoe sta je in het klassement? En hoe ga je het morgen? En ja, ik zei dan ook van, ja, want het was al behoorlijk laat aan het worden. Van, ja, we gaan dan voort moeten, want morgen moet jij fietsen. Veel succes heeft de man nog gewenst. Het heeft een hele avond geduurd. Voilà, kijk. Goed, het was in elk geval een plezier om met jullie in de Tour te zijn. Ook los van de grappige verhalen is het een heel mooie Tour geweest met ons.
En een heel mooie tour is het ook voor de podcast geweest natuurlijk. Ik wil graag jullie, beste luisteraar, bedanken, maar ook een heel speciale dank. Ik heb dat niet elke dag gedaan, maar voor de hele tour aan Elisabeth Verstraeten, a.k.a. Polar Youth. Dat is haar artiestennaam, a.k.a. Lizzie. Zo noemen wij haar in de snelle communicatie. Zij is de monteur en ook een beetje, ja, de, moet ik het zeggen, de rustige kracht geweest op de momenten dat de stress de overhand bij mij nam. Maar zij heeft ons goed laten klinken en mij goed laten functioneren in stressvolle momenten s'avonds. Heel graag gedaan. Zeker en vast ook bedankt aan Cedric van Mol en Quinten Jordens, die telkens deze podcast gepublished hebben en nog eens beluisterd hebben of er geen foutjes in zaten. Het was altijd heel laat werk. Zeer bedankt voor jullie abnormale bioritme de voorbije 3 weken. Bedankt aan het Nieuwsblad natuurlijk. Ik heb het al gezegd, ook Seba, onze cameraman, die het fantastisch gedaan heeft hier met al zijn filmpjes en David en GP. Dit was de allerlaatste vanuit de Tour de France, maar geen nood. Janko die neemt de fakkel over met zijn Olympische podcast en uiteraard de Olympische tijdrit volgend weekend en de Olympische wegrit komen daarin aan bod. Blijven luisteren, zou ik zeggen. Tot de volgende. He lived up to Fabenstein is there. Jasper Philipsen gets the result. Pogacar rijdt er nu van weg. Pogacar gaat de etappe winnen. Explosion de Remco Evenepoel.